Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heerlijk geslapen. Ik ben hier samen met Thijs, met Janneke en met Marvin. Hallo, hallo, goedemorgen. We hebben allemaal lekker geslapen en we zijn helemaal klaar voor vandaag. Gisteren was er wel op het weerbericht dat het vandaag een beetje zou onweren en eigenlijk de hele dag regenen. Nou, nu zegt dat niet altijd wat hier bij het Gardermeer als er staat dat het de volgende dag keihard gaat onweren en regenen. Dan is er meestal kans op, maar dat hoeft dus niet te betekenen dat het zo is. Ik voel nu wel heel lichtelijk af en toe eens een druppeltje. Ik ben nu heel eventjes de weerman. Maar we moeten even kijken hoe dat van de rest van de dag gaat. Want je ziet daar wel wat bewolking. En de reden waarom ik dit vertel is omdat wij vandaag naar een super mooi groot Caneva World waterpretpark gaan hier bij het Gardermeer. En eigenlijk als je naar het Gardermeer gaat, dan moet je daar wel geweest zijn. Want oh, wat is het daar vet. Het is nu de derde keer volgens mij dat Marvin en ik erheen gaan. En dat wordt echt legendarisch, dat weet ik zeker. Superleuk. Dus we moeten even kijken wat het gaat doen. Want als het keihard gaat onweren, dan gaat het zwembad dicht. Maar goed, we zijn er in ieder geval op tijd bij. Dus laten we hopen dat we nog wat glijbanen kunnen pakken. Het is nu 8:45 in de ochtend. En we hebben nu een half uurtje om te ontbijten. Want als we om 8:45 weg zijn, dan komen we aan om 10:00 in de ochtend. En dan gaat hij open. Dus dan zijn we er als eerste bij. Dus dat zou echt fantastisch zijn. Dus we hebben de tas al helemaal ingepakt met alle spullen. Ik heb de camera's, de drone, alles bij me. Dus de auto is al ingepakt. We hebben de spulletjes, alles, de tas, de drone, alles bij ons. En dan gaan we nu eerst even lekker ontbijten. Mijn ontbijtje voor de ochtend, dames en heren. Pannenkoekje met siroop. Een lekker soort van puddingbroodje, maar dan echt heel klein. Puddingbolletje is het meer. En een croissantje met chocopasta erin. Myron ziet er iets gezonder uit. Nou, lekker stukjes fruit. Ja, en lekker Nutella op de pannenkoek. Lekker. 1, 2. Hoppa, we zijn er klaar voor. Ik heb nog eventjes gesproken met de mensen van Il Gabbiano. Mm-hmm. En Montebaldo, wat we eigenlijk wilden gaan doen. Later deze dag wordt wel een risico. Want ja, het gaat dus sowieso vanavond regenen en onweren. En het schijnt dus zo te zijn dat je hebt verschillende apps of verschillende sites in Italië waar je het weer kan bekijken. Net zoals in Nederland. Je hebt wel een paar grote, maar ook een paar kleine. Maar in Italië is het vaak zo, als eentje aangeeft gaat regenen, dan ga je ook de andere checken. En als ze allemaal aangeven het regen gaat regenen, dan weet je zeker dat het gaat regenen. Dus vanavond onweer en regen 100%. Dus we moeten even kijken hoe lang we bij het zwembad blijven en of we dan, want we willen niet boven op die berg zitten en dan in één keer onweer en regen. Maar ja, dat zullen ze ook vast wel rekening mee houden. Dat dus ze niet mensen naar boven sturen met een dikke storm. Sta je daar, hoor. Dames en heren, we gaan rijden. 45 minuutjes, 50 minuutjes, zoiets. En dan staan we lekker in het zwemparadijs. Let's go. Ik ben zo benieuwd. Ik heb zoveel zin om het gezicht van Thijs te zien, ja, die in die cocon zit, ja, en die dan zeg maar daar staat en dan zo vol zijn broek vol schijt en dan zo dat luik onder zijn voeten zo vandaan gaat en dan het gevoel krijgt alsof je een vrije val maakt van 20 meter en dan zo en dan in één keer terecht komt en dan vergeet je benen over elkaar te doen en dat dan je hele anus vol zit met water. Nee, daar hoop ik gewoon op. Ik ga expres geen reactie tonen, zodat jij geen content hebt. Wow, dat is echt sick dat je dat zegt, want ik heb dat serieus vorig jaar gedaan, hè. Ik ben een uitdaging met mezelf aangegaan. Toen ben ik van die glijbaan afgegaan, zonder emotie te tonen. Lukte dat? Nou, dat is zo moeilijk. Kijk maar. Ik ga proberen geen gezichtsuitdrukking te doen. Oh, oh, hij gaat nu aftellen. 3, 2, 1. Ja, daar gaat hij. Ja. Yo, we gaan naar het zwemparadijs en laten misschien wel ijs. Ik heb heel veel zin met Myron en Thijs. Maar vergeet Jan niet. Vergeet Jan niet. Nee, vergeet Jan niet. Op de beat. Vergeet Jan niet. Vergeet Jan. De koffie laten we gewoon eventjes hier. Hoezo? Wil jij die hebben thuis? Ik heb meer adrenaline nodig. Hij heeft al 3 shotjes op. Ik heb adrenaline nodig. Deze rap is overbodig. Ik heb Oh ja, sorry, dat deed ik gisteren ook. Ja. Er was de muziek op. Dat zei ik, yo, yo, yo. Ik deed dit zo. Yo, maar, ja. Niet Nee, je hoeft het niet dit 30 keer voor te doen. Ik heb adrenaline nodig. Wat een moeilijk woord is dat eigenlijk? Ik heb adrenaline nodig. Jij bent een lifesaver. Mijn camera viel maar een vinger op. Zal ik maar doen?
En normaal doet Thijs dit, maar nu ben ik even de hype, mensen. Thijs. Ik heb opstartproblemen, dus als je graag even zou willen overnemen. Ja, Thijs is een beetje moe, die heeft gewerkt tot vannacht. En ja, we zijn een beetje vroeg op, dus Thijs heeft kleine oogjes. Maar, jij doet mijn vocal backup, oké? Okay? Ja, dat is goed. We hebben eigenlijk geen koffie nodig, want we gaan naar het mooie zwemparadijs. En weet je hoe ze in het Italiaans ijs noemen? Gelato. 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 Prachtig. Nee, wel shit, ja. Ja, dat is wel fijn. Tantu, als je deze video kijkt. Weet je wat het mooie is? Sinds dat wij dat weekendje weg, of een paar dagen weg zijn geweest in Berlijn. Met Tantu ook. Tantu die gaat dan af en toe die gaat naar een object toe. En die pakt dan zo zijn telefoon. Ja, en die doet dan zijn opnameprogramma aan. En dan doet hij dat zo erbij. Gaat hij dat opnemen. Zodat hij het later misschien als een beat kan gebruiken. Dat is ook dus, Billie Eilish. Ja, die doet dat ook. Ja, er zijn meerdere producenten die dat doen. Of producers, muzikanten. Ja. Maar het is wel grappig, want af en toe dan hoor ik iets en denk ik, zal ik mijn telefoon erbij pakken en dan naar Tantu sturen. Zo van, hey, kun je beaten? Misschien kun je dat mee. Dat is wel leuk. Dat is wel tof. Ja. Dus een keertje dat je op een knopje drukt of neem op, je hoort iets. Ja, maar dat doet hij dus ook ooit. Dat is ik leuk. Ik heb volgens mij al een keer gedaan. Hier, rij eens even langs je lavendel. Maar je wil altijd de handen vol met bijen. Rommels. Hey joh, gek. Let's ruiken. Oh, wat ruikt het lekker naar lavendel. Ik heb in ieder geval mijn paardenshirt. Ik heb hem aangedaan vandaag, want het is Nationale Paardendag. Wisten jullie niet? Cute. Dat wisten jullie niet, hè? Hoe heeten ze? Frederik en Alfred. Oh, nou leuk. Ja, dat zijn mijn twee paarden. De kleine Alfred? Nee, de grote. Alfred is altijd de grote. Oké. Okay. Want Frederik kan je ook zeggen Frederikje. En Alfred kan je wel zeggen Alfredje, maar dat ligt niet lekker op de tong. Oké. Okay. Alfredje? Nee, dat is niet lekker. Alfredje. Frederikje, dat is wel leuk. Frederikje, dat is ook vrolijk. Alfredje, dat is niet vrolijk. Nee, oké, okay, top. Dus je hebt Frederikje en je hebt Alfred. Parking naar links. Let's go. Daar zijn we. Woep woep. Waarom zou je daar links in de rij gaan staan? Iedereen gaat daar achter elkaar staan. Waarom zou je dat doen? Hallo. Yes, I got it here. You got it here. I got it here, man. You got it here. I got it here. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ja, waarom zou ik in die rij gaan staan als het ook zo kan, toch? Dat merk ik wel vaker, hoor. Ik heb dat zelf ook wel eens gehad, hoor. Dan weet ik niet hoe iets werkt of wat dan ook. En dan zie ik dat er iets open is. Maar dan begin ik toch te twijfelen van, ja, is dat wel open? Want waarom staat er anders verder niemand? Maar ja, hier ben ik al vaker geweest. En ik zag die man staan, dus ik wist gewoon. Ik ga niet achter vier auto's staan als die man daar staat te wachten totdat ik kom. Dus ideaal zijn we er in één keer doorheen. Voilà. Boom! Ook wel chill trouwens dat je 7 euro moet betalen voor het parkeren en dat je dan gewoon klaar bent. Je hebt geen kaartje, iets wat je meekrijgt. Best wel relaxed, want die dingen die kan je nog wel snel kwijtraken. En nu heb je gewoon betaald, dan heb je dat al gehad, zet je auto neer en lekker zwemmen. De dames hebben alvast de tickets gehad. Yes. Yay. En de bandjes om te mogen filmen. Yes, nice. Dames en heren, welkom in het park. Hey. Zou je even vertellen waar we heen moeten? Ja, ik zie het al. Naar de kleedkamer. Nee, jawel, ik moet mijn zwembroek aandoen. Oh. Ja, toch ook? Dit is mijn zwembroek. Oh, ja, ik heb mijn zwembroek niet aan. Ik heb wel een mooi knolpauwbroekje aan, maar mijn zwembroek nog niet. Ik heb mijn knolpauwzwembroek nodig. Ik ga het ook aandoen, dat bij het bedje. Nee, je hebt toch kleedkamers hier? Even uit de knolpauwtas, mijn knolpauwer. Hey, spelletjes. Oh ja, dit heb ik ook bij me. Dit is zo nice. Telefoonhoesje. Oh, dit wordt mooi. Ja hoor, knolpauwer zwembroek. En dan doe ik nu even mijn knolpauwer sokken, mijn knolpauwer onderbroek en het broekje van knolpauwer in de knolpauwtas. Kom erbij. Yes. Let's go. Oké, dit is dus het hele park. En we hebben daar rechts. Nou, jullie zien het wel. Kom wel goed. Het is een beetje te verwarrend. Het is echt groot hier. Ik ben er wel eens verdwaald geweest hier. Hoe nice is dat shirt van Thijsie? Echt geniaal voetbalshirtje. Thijsie. Oh, Thijs gaat dit zo mooi vinden. Dat weet ik nu al. Ja, Janneke ook natuurlijk. Maar ik weet hoe Thijsie is met achtbanen en zo. Glijbanen. Er is namelijk één glijbaan hier. En die glijbaan die gaat met een dubbele band. Wow, die is zo sick. Je komt gewoon heel even van de glijbaan af. En dat is een gevoel. Ook weer zo'n vrije valgevoel. En aangezien Thijs en ik met elkaar wel een mooi gewicht kunnen bereiken, gaan wij sowieso vliegen. Keihard. En gaan wij ook over de helling heen. Als je te licht bent, kom je niet over de helling. Oh ja, en dit is een glijbaan hier die ik echt zwaar had onderschat. Maar deze glijbaan is echt lijp. Ziet er misschien niet zo indrukwekkend uit.
uit. Maar als je daar naar beneden gaat, dan zie je de volgende drop niet, zeg maar. En als je dan hier beneden komt, het is niet voor niets zo'n lange slide. Want je gaat dus hier naar beneden en je kan helemaal tot daar komen. Hangt er een beetje vanaf hoeveel gewicht je met jezelf meeneemt. Maar dit is wel echt een hele leuke. Hier moet je ook echt gewoon je benen gekruist hebben. Dat is een beetje de tip die ik je kan meegeven. Malibu Beach. Nice. Wow, dit zou echt een chill plekje zijn. What? Gewoon een klein strandje. Thank you. Nice. Alles gefixt? Yes. Yes. Dus dit is gewoon ons plekje hier. Hoe chill is dat? En met dat bandje kunnen we dus naar binnen blijkbaar. Oh. Of we gaan er overheen. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Ja, hij doet het. Ja, lekker doen. Lekker. Is dat echt zo? Ja. Dit is gewoon een kluisje wat je hier hebt. Het staat op hoe het werkt. Ja, die tutorials altijd, ziet er altijd makkelijk uit, maar het zal altijd even struggelen. Maar meestal als je het eenmaal door hebt, dan heb je het door. Oh ja, en dan weet je het. Oh, kijk dan hoe dat eruit ziet. What? Oké, super relaxed. Dus hier kunnen we eventueel alle andere telefoons, et cetera, gewoon lekker op slot doen. Ja. En dan hebben we dus echt een heel erg fijn plekje. Janneke en Thijs liggen daar, wij liggen hier. En omdat het park nog maar net open is, zie je gewoon nog bijna niemand hier. Dus dit is perfect. We gaan het zo nice hebben. En we hoeven gewoon waarschijnlijk helemaal niet lang te wachten bij glijbanen. Als we nu snel zijn. Dus dit wordt echt top. Of misschien is het wel zo, dat zou helemaal episch zijn. Misschien is het wel zo dat mensen het weerbericht hebben gezien en dachten van... Oké, dit is misschien veel chillere dag om lekker stadjes en dorpjes te bekijken. In plaats van naar het waterpretpark. Maar ja, daar hebben ze goed mis, want het is pokkenwarm. En het is dan wel bewolkt. De zon komt er nog helemaal niet goed doorheen. Maar dat is juist wel chill voor zo'n dag als dit. Dus ik denk echt serieus dat wij de perfecte dag hebben uitgekozen om hierheen te gaan. Denk je niet? Ja, je hoeft nu niet de hele tijd te denken van na elke glijbaan even weer insmeren en zo. Want precies. Dat is wel echt super belangrijk. Ook al kan je ook verbranden nu met dit. Maar het gaat minder hard in ieder geval. Dit wordt zo mooi. Gaan we meteen deze nemen hier. Het gaat echt zo mooi hard. Vorig jaar ging ik wel met mijn speedo overal vanaf. Toen ging ik wel echt harder, had ik het idee. Of tenminste, ik ging gewoon heel hard, laat ik het zo zeggen. Maar die mooie knolpauwer zwembroeken. Check eventjes knolpauwer.nl. Die kan je natuurlijk niet laten liggen voor de zomer. We hebben ook nog zwembroeken die verkleuren bij temperatuur met het water. Dus check die ook eventjes op knolpauwer.nl. Zeg dat nog maar een keer. Jullie moeten deze eerst doen en dan gaan wij eerst. Dan kunnen jullie filmen jullie reactie. En ik ben echt benieuwd of Thijs hierop gaat reageren. Oké, weet je wat we gaan doen, dames en heren? Dit is echt super mooi. Aangezien Marjan en ik hier vaker zijn geweest, zijn Marjan en ik dus een soort van reisleiders. Reisleidsters. En gaan we dus verschillende glijbanen doen waarvan wij weten dus wat voor reactie je daarvan kan krijgen. En soms kunnen Marjan en ik dan als eerst gaan en dan daarna kunnen we Thijs en Janneke laten gaan. En in dit geval is dat dus perfect. Dus hier gaan we mee beginnen. Marjan en ik gaan als eerste. En daarna gaan we even mooi de gezichten van Janneke en Thijs filmen. Oké. Yes. Ja. Dit wordt leuk. Daar gaan we. Bro, je ziet hem al hier. Oh, die mensen worden gelanceerd hier. Oké, dan gaan Marjan en ik als eerste. Dan gaan we even vliegles. Ik ben zo benieuwd hoe Thijs en Janneke gaan vliegen hier. Oh, ik ben zo hyped. Hè. Dit is echt dik niet normaal. Ik film trouwens alles met mijn nieuwe camera, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Spannend. Oké, Janneke, schaal van 1 tot 10 spannend vind je 8. 8? Ja. Ja, dat is de eerste. Ik ben super. Hou je van waterglijbanen? Ja, dat wel. Ja? Ja? Nou, dan gaan we straks nog een keer vragen naar deze glijbaan. Nee, je moet altijd je handen achter je hoofd houden. Maar jij wil ook dat je reus dicht. Ja, dus dan moet je. Ja. Oh, leuk jongens. Deze is heel leuk. Wat ik al zei. Oké, jongens, dan gaan we. Wanneer mag je gaan? Oh, we moeten naar hem kijken. Oh, koud water. Ja, dat is koud water. Beentjes gekruist, handjes in de nek. Go! Go! Dat was de eerste. En nu Thijs en Janneke nog. Oké, daar gaat ie. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat ik zo ging vliegen. Wow. Ik wist niet dat ik nog omhoog ging. Maar één van jullie klapte ook met zijn billen hard op het water. Wow, dit was perfect, dames en heren. Dit was perfect. Dit is nog maar het begin, dames en heren. Laat staan als we serieus helemaal daarachter naar de andere kant van het waterpark gaan. En daar dan gewoon in dat luik staan en dat die vloer onder je weg gaat. Wauw, dat wordt pas legendarisch. Oké, als het goed is zien jullie bijna niks. Maar dit is een of andere lijpe wendeltrap helemaal omhoog. En dit is best wel eng. Hoi, hoi, hoi. Daar zijn we. Oké. Let's go. Daar gaat-ie, dames en heren. Doei!
Let's go, Marvin! Let's go! Wow! Oh ja, zo voelt dat! Heel mijn Sanka. Oh, jij ging ook even achter. Oh my god! Let's go! Yes, en we zijn wakker! Hoe nice was dat? Nu was het. En weer even bijkomen onderweg naar een andere glijbaan. We kunnen nu wel een rustige nemen. Dat is een glijbaan met z'n vieren naast elkaar. Ja. We kunnen even een soort van wedstrijdje doen. Die is gewoon tranquilo, die is gewoon chill. Deze vond ik ja nog heel leuk. Ook helemaal rustig. Ja. Let's go, let's go, let's go. 3, 2, 1. Wee, jongen. Ik ben herboren. Dat was mooi, hè? Zo. Ik voelde me net Superman, hoe ik zo naar voren ging. Dat deed ik vroeger ook altijd. Oei! Zo, dan gaan we even een band halen. Alsjeblieft. Alsjeblieft, daar gaan we. Oh, een slang! What the fuck? What the fuck? Gewoon een slang! Holy moly! Flikvonk, ik ga hem pakken, Dat was heel ziek, gewoon een slang. Daar is hij, dames en heren. Ja, de Black Hole. We gaan van de Black Hole. Oké, jongens, de Black Hole. Oké, doei. Tot beneden. Tot beneden. Daar gaan we. Ja, deze is best wel eng. Zo aan het schreeuwen. Oh, dit was mooi. Dit was leuk. Dames en heren, ik zie jullie bij de volgende aflevering van Black Hole. Oei, hoe slang. Ah. Oh, ik schrok van niks. Je schrok van niks. Je schreeuwde gewoon. Zijn papa. Zijn papa. Doei. Die was vet, hè? Die was heel vet. Nou, Marvin. Ik ga weer een beetje water ophouden. Oei, joh. Oké, gaan we. 3, 2, 1. Sorry. Oh, als Marvin nu niet hard gaat, dan weet ik het ook niet meer. Daar is ze dan. Oh, deze was echt ziek. Dit ging hard, hè? Ja. Vooral op het begin. Woe! Daar gaan we. Woehoe. Let's go. Waar ben ik? Oh shit! Oh shit! Oh, 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 oh,
man. Ja. Kijk, daar is hij. Ik vloog helemaal op de kop. Oi, 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 mijn knieën, man. Nou, dat was aflevering 2 van Black Hole. Dat waren ze. Ja, dit is misschien wel de ene engste. De engste is in die cabine stilstaan, luik onder je weg en dan woef. Oh, dit wordt leuk. Ja, kijk dan als je nu naar boven kijkt. Hè. Zie je dat? Yeah. Oké, okay, daar gaan we, dames en heren. Janneke, dit wordt mooi. Dit wordt de achtbaan van je leven. Wow. Maar je ziet niks inderdaad, je ziet voor je niks. Dat is eigenlijk wel fijn. Ja. Dame, veel plezier. Hou je vast! Hou je vast! Deze is echt heel heftig. Jij moet voor. Mama, ik hou van jou. Ja. Wow, dat was zo snel. Holy shit. Ik denk dat we echt mooie beelden van mijn gezicht. Als je naar beneden gaat, ben je gewoon er even vanaf. Ja, ziek hè? Dat had ik ook precies. Mijn hoofd, ik weet niet hoe die is. Hoe voel je? Alive hè? Alive, maar dat begin gehad. Je voelt je leven. Holy moly, holy moly. Ja, het was echt eng joh. Oh, toen we daar naar beneden gingen, keek ik denk, dit is gewoon helemaal recht. Ja, ik denk wij kiepen zo voorover. Zo, hé. Hey. Yeah. Oké, we gaan eventjes lekker eten, dames en heren. Ik heb hier samen met Mario een lekkere pasta pesto met kaas. Thijs heeft hetzelfde, pasta pesto. Mm. En Janneke krijgt straks een hotdog, een kaas hotdog. Ik ben heel benieuwd hoe die is. En ik heb een lekker pantaatje. Oeh, hotdog is klaar. Hoi. Wauw. Ja. Lekker kaas, past perfect. Lekker! Zoals Thijs zou zeggen, lekker! Nou, wat vinden jullie ervan tot nu toe? Lekker. De droom. Zijn we kleine kinderen? Ja. We zijn kleine kiddo's. Wow! Zo. Je voelt die hitte gewoon. Dan deed je dat gewoon voelen. Zo ziek die hitte. Die voel je helemaal hier. Ik voel het in mijn voeten. Oké, okay, daar gaan we weer, dames en heren. Let's go! Let's go! Wow! Yes, nice! Wow! 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 Je vliegt er bijna uit. Ja. Dat was heel nice. Let's go! Woo! Jan, waar ben je? Yeah. Where are you? Naar de volgende. Het eten is al een beetje gezakt. Ben je klaar voor de grote? Ja. Ja? Gaan we dat doen? Ja. Ben jullie klaar voor de grote? Let's go! Ja? Doei jongens! Ciao! Enjoy! Enjoy! Succes! Hoi hoi! Jij ook succes! Benen goed dicht houden, hè? Ja. Oké jongens, daar staan we dan. Het engste vind ik gewoon hierin staan. Oh my god. Spannend! Holy shit! Ik ben weer wakker hoor. Oh my god. Dat is niet normaal hè. Het is echt zo ziek. Wow. Wat vond je ervan? Ik was dus vergeten mijn benen te kruisen. Ja? Die halverwege deed ik zo over elkaar, man. Wow, yo, hé. Je hebt echt overal water nu, hè? Oh, wat sick, hè? Kom jij maar even mee, jongen.
de band? Nee. Kom jij maar even mee, kom! Wat een gat. We hebben de kleine en we hebben de grote. We doen eerst even de kleine. Ja. Ja? Ja. Echt? Ja. Ja, cool al eentje, cool. Ik wil iets naar achteren. Ja, die grote is mooier. Kleine is niks. Ja, hij gaat hierin. Wow! 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 Er komt ook deel 1 en daarna ook deel 2. Lekker hoor. Oké, dames en heren, we hebben een band weten te bemachtigen. En deze band gaan we meenemen naar de Crazy River. Ja, de Crazy River, dames en heren. Dat belooft wat leuks. Kijk Thijs lopen. Lekker loop je hoor Thijs. Ja, lekker hoor. Oké, wat de bedoeling is van de Crazy River, is dat je hebt allemaal plekken waar je kan vallen. Ja, dit wordt lachen. Dit is wel chaos trouwens. Oké, dan gaan we lekker even lekker dobberen. Hey! Hey! Je maakt mij helemaal nat weer. Ah, oh, ik stoot hem in de... Die Enzo doe je even raadstek. Jenny! Ja, ik ga! Wat is En zo is er goed uit te doen. En zo! Ik kreeg gewoon over de kop weer. Yes, thank you! Let's go! Pak mijn voet, ja! Ja, pak mijn voet, hou mijn voet vast! Oké, daar ga ik! Oké, joh! Dit is zo gaaf! Dit is het leukste! Dit is zo mooi! Ik ben ook voor die platte eentje! Ja! Hey, daar ga ik! Hey! Oh, jij duwt gewoon kinderen. Hey, hey Myron. Jij pakt mijn voet, ik pak jouw voet. Ja, neem maar mee. Ik neem jou mee. Yeah! Oh, ja. Ik ben mijn band kwijt. Altijd ben ik mijn band kwijt. Meanwhile. Ik zit met allemaal vreemde mensen, alleen maar rondjes te draaien. Ik ben al 2 stukken verder naar beneden, maar ik ben iedereen kwijt. Ik weet gewoon niet waar iedereen is. Oh joh, die guy die kwam weer met een motor, jongen. Hij is tijd! Tijd! Weer al die tijd, joh. Wat ben je? Ah, dit was mooi. Ik heb zo lang met rendementen rondjes gedraaid. Ik werd helemaal gek. Ik zag het. Yay! Eindelijk! Woo! Eindelijk! De hele tijd cirkelen met zoveel mensen. Doei! Doei! Tot zo! Tot zo! Oké, we gaan proberen high five te geven. Bye! Yes! Ha ha ha!
Oh, zo scheef. Dat lukt nooit. Ik deed zo maar zo, ik denk je weet het. Oké, high five geven in de lucht, dat kan niet. Oké, dames en heren, we hebben alles gezien hier in het park. We hebben alles gehad. En dat is ook wel echt het voordeel dat Maya en ik hier ondertussen de weg weten. Dan kan je alles echt binnen no time aan iedereen laten zien. En als je dan alles hebt gehad, dan kan je gewoon vragen, wat willen jullie nog een keer doen? Nou, en dat hebben we gedaan. En dat was echt superleuk. Dus we hebben enorm genoten. Het is nog steeds bewolkt, maar alleen maar relaxed. Zijn we ook niet mega verbrand. En dan kunnen we nu nog de rest van de dag een beetje gaan chillen. Maar bro, dit was echt superleuk. Dit was echt heel erg nice. Echt gelachen ook in die crazy river. Fantastisch. Mooi? Dat was leuk, ja, van die river. Zo mooi. Wauw, zo'n aanrader. Ja, dat is echt leuk. We hebben echt gelachen. Hopelijk hebben jullie ook genoten, mensen. Boom, helemaal in het zwart. Lekker heet. Hij is wel een beetje vies. Dat is mooi, hè, dit? Ja, super. Kijk dan, lopen de dames, hoor. Kijk. Hoppa, lassies in. Ja. Wij ook, hè? Wij mogen er ook wezen. Wij mogen er ook. Nee, maar dat vind ik echt dat wij er ook mogen wezen. Wij gaan ook gewoon Lassize in. Lassize. Ja, we zijn al in Lassize, maar dit is het dorpje, het stadje. Ik weet niet wat het is, eerlijk gezegd. Dorp of stad. Weet jij wanneer een stad is en een dorp een dorp? Dat heeft te maken met de infrastructuur. Nee, van de steekproef van Duitsland. Van de steekproef van Duitsland gaan ze kijken hoeveel wegen zijn, hoeveel mensen zijn, hoe ze bereikbaar, hoe groot is het aantal inwoners per vierkante meter. Ken jij? Ja, stadsrechten. Als een plek, dus bijvoorbeeld als een dorp stadsrechten koopt, dan is het officieel een stad. Kijk, Zeist heeft eigenlijk de hoeveelheid, de inwoners van een stad. Yeah. En een stad is eigenlijk, betekent altijd groot, veel inwoners. Yeah. Maar Zeist is officieel een dorp. Ja, precies. Want er is mij verteld dat vroeger had Zeist, echt heel lang geleden, geen geld om stadsrechten te kopen. Yeah. Dus ik weet niet, Lassies, ik weet niet of dat een dorp of een stad is. Maar het heeft met een papiertje te maken. Of een dorpje of een plek dat ooit heeft gekocht. Nou dat. En in ieder geval, dit is wel echt super mooi. Het is waarschijnlijk hartstikke oud. En we gaan hier eens even naar binnen. En dan gaan we eens even koekeloeren. Ideaal. Naar binnen? We gaan naar binnen. Nee, maar hier lopen toch naar binnen. Dit is toch zo'n poort van vroeger? Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, we zijn nu in het kasteel. Kijk, dat loopt helemaal door naar daarachter. En dan heb je allemaal van die wachttorens. Dus we zijn nu in het paleis. We gaan naar binnen, maar we zijn ook buiten. Ja, dat is mooi, hè? Oh, dit is politie. Even aan de kant. Polizia locale. Dat is wel een vet politieauto eigenlijk. Ziet er wel nice uit. Nou, gaan we weer verder. Niks aan de hand. Mooi kenteken. Ja. Oké, daar staat erop. Ja. Ja? Wow, wat gaan de dames kopen? Drank? Ja, net is nog geen avond. Citronella, wat is het? Limoncello. Oh, limoncello. Ook de kruiden en zo. Ik vind dat zo leuk. Dat vind je fijn, hè? Lekker die kruiden zo. Maar we komen straks ook weer hier langs terug, dus dan nemen we wel wat mee. Oké, we nemen een andere route terug, ja? Ik ga hier niet meer langs. We gaan er niet aan. Goeiedag, schotel. Dat wil je zeggen eigenlijk, hè? Ja, ik denk, doe dat niet, want dan ga jij dit zeggen. Ik loop ook terug. Ja, we lopen straks wel terug. Kom op, Sui. Oh, hij wil zo graag een Sui-shirt. Jammer. Dan moet je toch maar rondlopen met Thijsie. Ja, dat is heel beter. Waarom nummer 19 eigenlijk? Messi had ook 19 met het debuut van Barcelona. Maar nu 10, toch? Nu 10, ja. Maar hij zit hem bij Barcelona. Maar waarom word je dan zo'n Ronaldo-shirt? Of ben je niet zo'n strijd van Ronaldo-Messi? Ja, je ontwikkelt je als persoon natuurlijk. Ja? Ik ben zelf echt een Messi. Maar nu ben ik meer Sui. Nu ben je meer Sui. Dat had jij ook, met die documentaire van Ronaldo. Nee, ja, dat is waar. Ja, nee, het is gewoon vet, man. Snap je. Nou, geen Sui hier zo. Het is een mooi plein dit eigenlijk. Ja. Dat is gewoon een soort van dambord wat je ziet. Wow, ik wou net zeggen. Dat is mooi, hè? Zitten we op één lijn weer. Dat is echt mooi. Kijk dan, lijkt echt net een groot dambord. Dat hou ik toch van die jongen. Het gaat maar door. Je hebt hem nu in het rood aan, volgens mij. Ja, toch? Dat is toch een beetje hetzelfde? Ja. Ja, dit is een mooie, mooie dameswinkel. Nice. ASMR. Veel kleurtjes hier. Dames en heren, we gaan zitten bij de cappuccino bar. Want ja, zin in een lekker koffietje. Dat zou je wel moeten kunnen halen bij de koffiebar. Dit ziet er echt super nice uit. Dus hierachter heb je het stadje, het dorpje. Ik weet het nogmaals niet helemaal. En dan hier, voilà. Kijk eens hoe mooi. Zo fijn. Het Gardameer kan eigenlijk hele andere soorten uitzichten hebben. Dat is echt bizar. Ik heb wel heel veel zin om te vissen als ik dit zo zie. Dan heb ik echt zin om hier gewoon achter mij op een bankje te zitten. En dan een hengel uit te gooien en dan gewoon lekker genieten van de omgeving en alles. Maar dit is echt sick. Dus vanaf hier is het zo'n ander uitzicht in één keer weer op het Gardameer. Maar dat is ook gewoon het mooie hiervan. Het is gewoon mooi. Het is prachtig. En ik ben erachter gekomen dat echt superveel Italianen honden hebben. Maar echt veel. Ik kom heel veel honden tegen. Kijk, hier gaan we zitten. Hé, hey, is dat een beest in mijn nek? Wat is het? Oh. Hé, hey, een vliegende mier.
Misschien een koningin. Even proberen als ik hem vind. Heb je zien hem? Ja, grazie. Hoppa, thank you. Kijk dan. Dat is gewoon Nutella, wat daaronder zit. Nutella, hè? Dat is fijn, hè? Ziet er mooi uit. Het is gewoon een, dankjewel. Dat is gewoon een espresso. Of nee, een... Ja, espresso. Ja, het was een espresso, ja. Wow, dat is gewoon een espresso met Nutella. Echt sick. Bro, wat heb je gedaan met mijn lepel? Waarom doe je dat? Nu komt de echte shit, dames en heren. Grazie. Kijk dan. Oh, heel fijn dit. Echt fijn. Ik hoop dat deze slag gewoon wel met suiker is. Nee, denk ik niet dat die andere ook met suiker. Doe eens even. Nee. Even proeven. Oh, dat is echt niet lekker. Nee, zie je? Ah, dat is zonder suiker. Echt? Ja. Nee, slagroom moet wel met suiker zijn, vind ik. Het duurt gewoon lekker van slagroom. Wat is dat? Suiker. Gewoon over de slagroom. Ja, dat kan. Waarom doe je dat? Dat is dik. Maak aan niet zo belachelijk, man. Oké, okay, nou goed, gaan we even lekker smikkelen. Is het lekker? Hier, nee. Zeg maar lekker. 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 Heel fijn. Lekker. Lekker. Maar doe jij met je vingers zo de hele tijd schieten? Ja, omdat ik heb net handen gewassen van het plassen. Dus ik schiet elke keer dat water zo. Lekker maatje. Hey jongens, als jullie deze techniek nog niet kennen, dan zou ik zeggen, pas hem zeker toe wanneer jij naar de wc bent geweest. Ja, je hebt ook deze tactiek. Ja, die is fijn. Die kennen de meeste mensen, denk ik wel. Maar ik vind dat toen die uitvinding kwam, dat je handen zeg maar in zo'n ding doet. Yeah. Toen dacht ik van, wow, dit is echt sick. Yeah, yeah, yeah. En dan ging zo droog, een beetje heen en weer. Zo, dan voel je zo die luchtstroom zo tegen je vingers. Yeah, denk yeah, yeah, oh, dat is wel fijn. Maar het is zo moeilijk om je handen erin te doen zonder de zijkant te raken. Yeah. En dan vind ik dat alweer vies. Ja, ik snap wel. Iedereen doet dat. Yeah. En het werkt ook eigenlijk helemaal niet zo goed. Ja, het werkt wel, maar dan moeten ze echt wel lang erin houden. Ja, en dan is het ja. moeilijk om stil te houden. En dan raak je die zijkant aan en denk ik van ja, kan ik net zo goed gewoon zo doen. Of gewoon deze of die. Dat is de beste techniek, man. Of, wat ik ook wel eens doe. Goed, de Harry. Dat kan ook, hè? Dat kan ook. Lekker, man. Allemaal tactieken. Gratis. Nou, dames en heren, hebben we toch deze route genomen. En gaan ze even kruiden halen en limoncello. Oh, dat is ook wel leuk. Kijk dit. Kijk die kleuren. Je kan hier wel. Pistache, ja, dat is echt mooi. Gemaakt van baklava. Mooie kleuren. Nice. Heb jij de goede kruiden gevonden? Waar ga je dat voor gebruiken eigenlijk? Koken, dat denk je zelf. Weet ik niet. Misschien in de rivier strooien voor goed geluk. Samba. Samba. Nee, kijk, dit is voor bruschetta. En dit is voor spaghetti aglio olio en peperoncino. Zo, schatje, ga me snel halen, want dat klinkt weer veel te lekker. Ja. En ik denk dat ik deze meeneem voor mijn padre. Je padre? Alberto. Nice hoor. Want ze vinden limoncello lekker en ze zijn hier ook heel vaak geweest en staat ook op Porto di Lazise. Dus ah, dat is leuk. Dat is leuk. Nou, allemaal flessen mee. Hey ho, let's go. Wanneer de nachten mooi aan het zilveren zijn, ben jij gaaf voor mij. Ja, Thijs die probeert zijn eigen liedje te schrijven. Liedje. Oké, dat was Lazise. Gewoon even kort, maar krachtig. We hebben genoten, het was leuk. We gaan nu weer terug. Even 50 minuutjes rijden naar... Oh, een leuke winkel. Naar een hele leuke winkel. De Beeldjeswinkel. Daar gaan we misschien wel een mooi paardje kopen weer. Misschien dat Thijs iets moois gaat kopen. Misschien Janneke wel. Misschien Maya wel iets moois in het rood. Wie weet. We gaan erachter komen. We gaan erheen. Janneke! Ja. Wow! De meest koelbloedige actie ever! Ja. Wat? Ik slaap nog voor, denk ik. Je schrikt van een nepslang en je schrikt niet van dit. Nepslang. We hadden eigenlijk allemaal moeten schrikken. Ja. Ja, dat was te erg geweest, denk ik. Ja. Maar we zijn er. Oké, nou fijn. Ik ben wakker. Ja, we hebben even lekker een stukje gereden, dames en heren. Marvin heeft ook even lekker een dutje gedaan. Heerlijk.
En ik heb lekker een albumpje van Kodak Black geluisterd, heerlijk. En dan gaan we nu naar de mooie beeldjes. Yes. Daar hebben we de diertjes. En nu eerst een brommer. Het mooie knolpowerpaard. Zo mooi rood. En hij is ook mega, mega, mega. Ja, er zitten een paar nieuwe tussen. Dat is echt super nice. Echt super nice. Wat? Kijk ook die konijn. Maar kijk deze. Die dino, die langnek. Die is in die film trouwens echt super lief. Oh, dat is echt nice. Oh, super groot paasei. Yeah. En rechts altijd Spider-Man. Oh ja, op, ga je uit. Dit is zo vet. Dit is nice, hè? Zo, dit is echt fijn. Oei, joh, die gezichten ook. Wow. Ja, vooral binnen ook, als je gaat kijken, dat is echt leuk. Binnen, het is groter geworden. Serieus? Oh ja, wow. Oh, ze hebben uitbreiding. Oh, ze hebben zieke uitbreiding. Ja, nu naar binnen. Kijk, al die gekleurde. Ja, achterin helemaal, hè? Oh, dat hadden ze nooit zo erg. Ik wil heel graag een kleintje op tafel. Oh, dit wordt echt leuk. Dit wordt helemaal nice. We gaan meteen naar binnen. Wauw, kijk. Hey, jullie vergeten. Hey, altijd even een box geven aan Popeye. Yes, we will. Thank you. Ja, Popeye, je bent mijn maatje. Je bent mijn maatje. 1300 euro. Lekker bezig. Kijk dan, bro. Ja, dit is voor mij echt een droom, man. Kleuren allemaal. Dit is fijn, hè? Bro, kijk dit paard, bro. Louis Vuitton paard. What? Kijk die tiger. Leeuw bedoel ik. Lion. Wow, deze gezichten. Dat is wel echt fijn. Oh. Dat voelt zo fijn. Wow, al die gezichten. Die roze ook. Dat detail ook op die gezichten. Is echt sick. Ja, dit hebben ze echt helemaal opnieuw ingericht. Met dus allemaal nieuwe beelden. Wow, Homer Simpson. En kijk, hier is Homer Simpson. Kijk. Wat? Lekker kaal koppie. Wow, deze is ook vet. Ja, zag ik ook een andere kamer. Kijk, die ja, die wil ik. Ja, daar ben ik over uit. Ja, die wil ik. We hebben al een rode. Ja, dat maakt niet uit. Maar rood, rood is de kleur van liefde. Deze vind ik dan weer niet mooi. Maar deze vind ik wel grappig. Maar deze vooral, dat rood. Oh, kutzooi. Oh, oh. Sorry. Sorry. Oef, dat was even stressen, bro. Ik was bijna 500 euro lichter, jongen. Oei, oei, oei. Hoeveel euro? Ja, ik weet niet hoe duur die was, maar hij is nog heel. Zal ik eens kijken? Er staat geen prijs op, maar oh. Ja, bro, ik zeg wat. Hey, 500 euro. Ja, misschien zeg je dat aan. Maar ik moet eerlijk zeggen, voor als je daar langs loopt, staat dat niet helemaal handig op de grond. Laten we eerlijk zijn. Het is wel een beetje hier tussen gepropt zo. Hij stond namelijk helemaal zo met dit ding helemaal aan de zijkant. Dus ja, daar liep ik gewoon tegenaan, sorry. Oké, goed. Het is in ieder geval echt heel erg nice dit. Al die beertjes ook. Ook zo nice. Het is gewoon te veel om te kijken eigenlijk. Oh, kijk dit ook. Deze zwaardvis. Die is ook echt groot, hé. Wat? Heel ziek. Oh, deze papegaai is ook fijn. Die is ook van het stof. Ja, heel fijn dit allemaal. Ja, hoe mooi is dat? Gewoon E.T. dit. E.T. Niet doen. Niet doen, E.T. Ja, dit is echt mooi. Dit is echt mooi. Zo, maar die gezichten hebben ze sowieso nieuw, hè, schat? Ja. Maar niet alleen die gezichten. Kijk dan, die lippen hier. En al deze beeldjes, deze hebben ze ook allemaal nieuw, hè, maatje? Wat? Oh, kijk deze E.T. Oh, dat hondje ook zo gedetailleerd. Wauw, dit is echt sick, man. Dit is echt heel nice. Kijk, ze hebben zelfs een slak. Oh, dit hondje is ook lief. Wauw, dat schildpadje. Hoi schildpadje, hallo. Oh, lief schildpadje. Ja, zo fijn. Kijk dit beertje ook. Die kijkt echt heel blij. Zo nice dit. Wow, deze blauwe is ook mooi, hè. Kijk die Mickey Mouse. Wat? Wow, die zwart, deze is fijn ook. Ja, ik kijk echt mijn ogen uit. Wow, deze ook. 1100 euro. Wat? Kijk dit schildpad. Wat? Hallo. Hij is alleen een beetje een vieze snuffert, maar deze vind ik echt het sickst. Die heb ik natuurlijk al, maar nog niet met zo'n stofje. Maar die is wel heel vet. Dat paard is echt heel vet. Wauw. Moet je ook kijken hoeveel honden ze ook hebben. Van die zonnebrilletjes op. Echt, ze hebben heel veel honden. Kijk hier ook. En hier allemaal hondjes. Kijk dan. Ja, boven echt super grote. Kijk al deze kleintjes. Ja, dat is echt heel gaaf. Hier allemaal grote. Jongen, jongen, waar moet je toch kijken, hè? Wow, die superhelden hier. Wow, die Mickey Mouse is vet. Kijk dit. Wow, dat is wel echt heel vet. Wow, en deze superheld. We zijn eventjes naar buiten gegaan. Daar heb je ook echt een mega afdeling. En moet je kijken hoe supermooi dit er allemaal uitziet, joh. Al die dieren hier. Echt wel vet, hoor. Kijk die kleintjes hier, super schattig.
Ja, dit is echt super leuk om te hebben. Hoe moet je zoiets meenemen? Dat moet je sowieso laten bezorgen. En waar zet je soms ook zoiets neer? Hè? Maar het is wel echt vet hoor, zo'n krokodil ook. Echt, echt heel dik. Gewoon ergens in de tuin of zo bij mij in Myron. Kijk, dat schildpad ook. €680 voor het schildpad. Die kikkers hier ook. Kijk die lippen. Deze groene kikker, die is wel echt vet. Struisvogel. Ze hebben alles, joh. Kamelen, pinguïns. Kijk, die grote giraf. Ja, echt vet. Echt heel erg tof. Daar nog een paar giraffen. Maar die dinosaurus vind ik misschien wel echt het vetst. Maar dat zijn gewoon van die dingen die ze gewoon hier hebben neergezet als aandachtsding, weet je wel. Daar een dinosaurus, hier een dinosaurus, daarachter natuurlijk. Ja, ik ga nog even naar die andere kant, daarachter. Deze is ook vet trouwens. En weet je wat het mooie is, dames en heren? Ik ga 2 items kopen. Eentje kan ik nog niet laten zien. En de andere ook niet eigenlijk. Het zijn allebei cadeautjes. Het is geen eens voor mezelf. Maar ik heb 2 super vette items gevonden. Die ik gewoon mee moet nemen. En eentje is gewoon echt een beetje voor de grap. Die is voor mijn broer. En de andere is voor Joost. En die is echt keihard. Die is echt super vet. Gaat die keihard vinden. Dus maar dat wil ik niet laten zien. Want dan komt het in een vlog. En dan wordt het misschien naar hem doorgestuurd. Dus 2 cadeautjes. 1 voor Milan, 1 voor Joost. Ja, deze afdeling is vet, hé. Kijk dan hoe gruwelijk dit is. Echt super dik. Kijk deze ook. Oh, echt vet. Maar deze dino's hierboven. Gruwelijk. Al die schaapjes hier. Al mooi gekleurde schaapjes. Dit is wat voor Freek Vonk, die haai. Echt heel sick. Niet normaal. Hey Marvin, je zou maar echt zoiets mega's in de tuin hebben. Ja, jij wil heel graag een rode paard in de tuin. Je hebt dat rode paard. Dat is toch super vet. Ik zou die eigenlijk het liefst in het wit of zwart willen in de tuin. Maar omdat jij heel graag rood wil, moet dat wel rood. Ja, jij bent nu ook mooi in het rood. Past perfect. Ja, dat klopt. En het valt ook heel erg op. Maar ik denk echt dat als je van die buxers of zo eromheen doet, dat je echt een beetje zo'n plekje in de tuin hebt. Dus gewoon van die hekjes eromheen of zo. Ja, gewoon mooie bosjes en zo eromheen. Ja. Dan kan het wel echt mooi zijn. Dan is dat echt super dik. Wauw. Hey, deze hebben ze ook nieuw. Dat is volgens een everzwijn, geloof ik. Timon en Pumba. Ja, die hebben we ook nog nooit gezien hier. Wel echt vet dat ze collectie vernieuwen. Ja, elke keer als ze hier komen, dan zien we weer leuke nieuwe dingen. Ja, hier die stoeltjes. Ja, waar... Voor een ijsjeswinkel. Allemaal nieuwe ijsjes. Deze is mooier, de zwarte. Ja, dit paard is wel heel vet ook. Het straalt gewoon meteen kracht uit, zwart. Ja, ja, dat is wel echt heel vet, geef het toe. Als de tuin af is, gaan we er even over nadenken, ja? Ja, kijk dit ook gewoon. Kijk hoe blij die is. Hallo, ik heb een ijsje. Ja, oh, lekker hoor allemaal. Hier een oberpinguïn. Heel vreemd. Ja, is allemaal weer leuk. Ja, dat paard is echt, echt ziek, hé. Wauw. We hadden nog iets anders gezien binnen, wat Marvin en ik zelf vet vinden voor bij de nieuwe woning. Maar ik zei tegen Marvin van weet je wat het is, als we nu iets gaan kopen, dan ga je nog meer kopen en nog meer kopen. En dan ga je allemaal dingen verzamelen voor het nieuwe huis, terwijl je er nog helemaal niet woont. Dus ik zei tegen Marvin van joh, we kunnen het altijd nog bestellen online, laten bezorgen of wat dan ook. Of misschien dat we dan wel weer iets anders hebben gezien. Of... Dus ja, het leek me handig om dat niet mee te nemen. Dus we hebben het eventjes gelaten voor wat het is. We hebben dus 2 cadeautjes, die ga ik nu even afrekenen. Ze zijn nog helemaal ingepakt met wrap en alles. En dan gaan we er weer vandoor. Volgens mij heeft Thijs nog een cadeautje gekocht voor zijn broer. Dus ja, mooie dingen dit. Echt leuk. Dames en heren, ik heb me eventjes omgekleed. Nadat ik heel eventjes zelf ook mijn oogjes heb dichtgedaan voor een half uurtje. Heel eventjes bijtanken. Ik had de hele dag auto gereden. En dan kan je natuurlijk niet slapen als je de driver bent. Goed, ik heb de spullen in de auto gelegd. Het begint best wel hard te waaien. En vanaf nu... Gaat het dan als het goed is ook stormen. Dus onweer, regen is heel erg gezellig, vind ik. We hebben gelukkig een plekje binnen gereserveerd. Ze hadden sowieso al rekening mee gehouden. Dus je kon ook alleen maar als je ging eten binnen zitten. Maar we hebben dus gelukkig een plekje voor 4. Ik moest even mijn camera's pakken. Maar de rest die zit er al. Het is Italiaanse avond. Als het goed is had ik een gezellig lekker muziekje erbij. Dus dit beloven we wat moois. En ik heb lange broek aan en lange mouw. Ik ben helemaal klaar met die muggen. Ze moeten mij alleen maar hebben, die muggen. Kijk wat we krijgen, dames en heren. Ik zit echt nog maar net. En we hebben het eten gekregen. En oh, dit ziet er goed uit. Vooral die burgers zijn grappig. Kijk dan. Het is gewoon helemaal blauw. Hè? Ja, jou zie je het helemaal goed. Ja, ja, omdat mijn burger zwart is. Ja. Ik heb als enige een zwarte burger. Dat lijkt mij echt super lekker. Ja. Hey. Ja, dit is een mooi moment hoor. Smakelijk. De muziek die je hoort is live. Oh, ik kan precies hier tussen kan ik filmen. Kijk, die man die zit daar te zingen, daartussen. Oh, even scherp stellen. 1, 2. Kijk, oh. Ja hoor, je ziet hem daar zingen. En we hebben elke keer allemaal hapjes die we krijgen. Dus we hebben hier een wrap met iets van ham en kaas. We hebben hier een wrap met een soort van kaas. En we hebben hier lekker tomaat met mozzarella. Oh, super lekker dit. Echt gezellig met jullie.
Oh, dit wordt zo mooi. Nu is het wachten tot iemand die rode sneer pakt. Hij zit aan een voet vast. Hij zit aan een voet vast. Oh, er is een bediening en die is er doorheen gelopen. En nu zit hij aan een voet vast. Ja, maar wel heel grappig. We kunnen dus die van mij niet. Nee, maar als ze langs komt, ik ben echt benieuwd. Kijk. Kijk, daar komt ze. Of niet? Ja. Oh, nu aan de andere kant? Ja, ze komt eraan. Ze heeft het onder voet, of niet? Ja. Kijk. Hoe fijn is dat? Is hij meegelopen? Ja, iemand liep door draad heen, dus hij zat de hele tijd bij iemand langs. Oh, kijk. Die is nog grappig, want ik ga de hele zaal gaat hij zien. Ja, nu heeft zij hem mee. Maar nu komt zij weer langs, ik hoop dat ze hem nog heeft. Wow. Ja. Ik ga even kijken of ze hem nog om heeft. Nee, hij is kwijt. Als het goed is, als ik zo blijf filmen. Ja, het is echt hele slechte kwaliteit zo met mijn telefoon. Maar als het goed is, gaan jullie straks wel een flits zien. Want we lopen nu terug naar het huisje en het is de hele tijd aan het omweren. Nou, doe maar bliksem. 1, 2. Wow, ik zag bliksem daar. Ah, jammer. Gelato. La. Gelato. La la la. Gelato. 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 Oh, we houden gewoon van ijs, oké? Okay? Dat is echt fijn. Yeah! Ja, je hebt nog nooit zo lang gedaan over ijs tegen. Nee, normaal is dat lang hoor. Als jij je mond zo open doet en dat zingen, dan gaat je hele kaak zo scheef. Gelato. Wow. Wie raakte mij? Oh fuck, sorry. Ik voel het bijna kippenvel gewoon van die gelato. Zou je de melk nog een keer doen? Oké. Gelato. Gelato. Gelato, oh, oh, oh. Gelato, oh, oh. Gelato, oh. Gelato, oh, 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 oh. Gelato, oh. Yeah, showtje voor het einde van de vlog. Als je kijkt tot het einde, dan krijg je deze verrassingen. Dat is zeker waar, dames en heren. Heel erg bedankt voor het einde van het kijken van de vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet dan niet even mee te zingen met Gelato. Gelato. Ja, en dan vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.